Hoi, Michiel van Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Volgde u de pastorale school in Helmond. Daarnaast bent u de coördinator van de avondwakers in de kerk en ook zorgt u voor de eucharistieviering in Ruizenberg en onderhoudt u voor de kerk contacten met lokale organisaties. En over die Ruizenberg gesproken, ook hier heeft u van 1991 tot 2005... Daar gaat ie. Nou, goed. Ik mag u als eerste feliciteren. Dankjewel. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik nodig... Dankjewel. Goedemorgen. Zijn ze al... Ja, ze zijn allemaal boven, ja. Dus, En een van die vrijwilligers is meneer Nelissen. Dat klopt, toch? Ja. Nou, wat fijn. Zou u bij mij willen komen staan samen met die vrouw Hettie? Dat zou ik heel fijn vinden. Meneer betrokken bij de oprichting van Filmhuis Luxor. Dat is hier dan, hè? Ja, daar moest ik naartoe. Het Filmhuis zorgt ervoor dat films met maatschappelijk belang te zien zijn. Hier bij Dientje in Gemert. Jozefus, Hendrikus, Maria Nelissen te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dames en heren, goedemorgen allemaal. Een aantal van u heb ik vanmorgen al een keer getroffen. Het is een hele bijzondere dag vandaag en dat weet u. En het is nog extra verrassing dat ik bij u in huis mag komen. En mevrouw van der Niet, voor u zijn we hier vandaag om u in het zonnetje te zetten. U bent een bezige bij, zoals dat heet, zowel binnen als buiten onze gemeentegrens. Naast het Helmondse bent u ook in het Gemertse actief. Zo was u meer dan 25 jaar coördinator van de collecte van de Hartstichting. Zo'n dag is vandaag. Dat kan wel, hè? Ik zou jullie willen vragen om op te staan en met mij mee te lopen naar de foyer. En dat is mevrouw Marij van Oorschot. Ja, daar staat u dan. Ik geef u een hand. Goedemorgen. Goedemorgen. Majesteit, de koning heeft behaagd mevrouw Maria Lambertina van Oorschot te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Ik ga u... Dat is zo jammer van zo'n trein. Ze heeft het in de gaten, dames en heren. En ik vind ook dat op het moment dat ze het in de gaten heeft, ik ook haar ook naar voren mag roepen. Ik zou heel graag Annie de Hart bij mij willen vragen. Ja. We hebben wat mensen gevraagd om u te omschrijven. U bent een serieuze, harde werker. Als u iets zegt, dan dat u iets regelt, dan regelt u dat ook. Hallo, ik ben op zoek naar mevrouw De Bok. Ja? Dat bent u? Patrion, ja. Ja, hartstikke fijn. U spreekt met de burgemeester. En u bent? Ik ben de burgemeester van Gemert-Bakel. Mijn naam is Michiel van Veen. Ja, dat weet ik. Ja, nou ja. Nou, dan hebben we in ieder geval al een beetje connectie met elkaar. Ja? Ja, ik ben heel blij dat ik u spreek. Want als u goed nadenkt, dan weet u dat het vandaag 26 april is. En dat is de dag voor Koningsdag. Ja. En dat betekent dat wij in onze gemeente dan altijd de lintjesregen hebben. Ja, dat weet ik, want ik heb er al 13 kaarten geschreven namens de dorpsraad. Hartstikke fijn. Nou, dat weet ik. Ik mag u feliciteren, want het heeft de koning behaagd om ook u een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Alleen, ja, u bent er niet. Het is goed waar. Ja, het is echt waar. Goedemorgen. Huh? Ja, ik hoop dat ik op de goede plek ben. De burgemeester. Ja, van Gemert-Bakel zelf. Ja, ja, nou, mag ik binnenkomen? Ja, absoluut. In 2003 al werd u namelijk gevraagd om als secretaris zitting te nemen in de stichting Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis Sint Radboud. Want mede door uw bezielende inzet zijn hier ook vele mooie projecten uitgerealiseerd. Denk hierbij aan een dierontmoetingsplek, educatieve voorzieningen en Visit You. Wagen met trots, want u heeft hem meer dan verdiend. En ik ben zeer vereerd dat u als eerste mag feliciteren. Dank je wel. Gefeliciteerd. Mevrouw van der Waardenburg, u moet echt opstaan. U moet echt opstaan. Ja. En u mag ook naar mij toe lopen. Uw bescheiden en vriendelijke bejegening wordt door de bewoners zeer gewaardeerd. Al bent u ouder dan sommige andere bewoners. Dat klopt, hè? Ja. Ja, precies. Ik doe heel voorzichtig met u. Maakt u zich geen zorgen? Ik heb wel altijd goed van u. Ja, maar hier moet u van genieten, want het is echt verdiend. We zijn in Bakel. Verderop in het dorp heb ik vandaag al twee mensen in het zonnetje gezet. En nu zijn we hier in Sporthal Het Zand. En niet voor niets, want we zijn er, en jullie hebben al geapplaudisseerd, we zijn hier voor Inge van Dijk. Al vroeg in je leven heb je meegekregen dat het belangrijk is om anderen te helpen. Als actief sporter en handbalster werd je bij de KPJ in Bakel vanaf 1995 trainer en coach. Je trainde daar diverse damesteams. Kijk, fijn dat ik jou als eerste mag feliciteren.
Goeiedag. Ik wil één stapje naar achter doen hoor. Dat is, hoi, Michiel van Veen. Wij komen jullie ophalen. Ik heb hier daarom net twee mensen opgehaald die normaal gesproken liever op de achtergrond staan. Ze zitten hier tegenover mij. Het zijn Toon en Annie Kanters. Spelling mag opspelden. Ik doe voorzichtig. Het zijn goede kwaliteiten. Wij treffen elkaar morgen bij de dag van de gedecoreerden. Ja, is het goed? De dag van de gedecoreerden. Nogmaals, proficiat. En dan wil ik u heel graag voorstellen aan alle andere mensen die in Gemert-Bakel gedecoreerd zijn. Ja, dat is een heel mooi moment. En daar hoort u vanaf nu bij. Proficiat. We horen nog wel daar. Alles is al geregeld. U hoeft eigenlijk daaraan helemaal niet. We willen vragen of meneer Dings even naar voren wil komen. Ik bedoel jou niet, Sjaak. Ik bedoel eigenlijk Sjaak. Ja, daar sta je dan. Sinds 1993 bent u vrijwilliger bij de KBO. Hier zet u zich in voor ontspanning en zingeving voor uw oudere dorpsgenoten. Wat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Gerardus Johannes Louis Dings te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Hallo, een goede morgen nog. Of misschien is het net middag. Hoi. Ja, dat ben ik. Goeiedag. Ken je wel? Oh. Ja, ik ken het. Kom regelmatig altijd even kijken hier. Ja, over wat te doen is. Hoi, Michiel van Veen. Donkers, voor het begin van uw vrijwilligerswerk gaan we terug met z'n allen naar het jaar 1960. Vanaf dat jaar bent u betrokken bij de parochie Onze Lieve Vrouwen ten hemelopneming. Meneer Donkers, uw creatieve kwaliteiten zijn wijd en zijd bekend. Ik ga u het lintje opspelden. Ik ben zeer onder de indruk. Ik zie het aan u en u verdient het ook. Meneer Peter Geerts, zou ik mogen vragen of u ook bij mij zou willen komen staan? En nu snapt u het, er komt nog iemand bij. Uw maatschappelijke en vrijwillige carrière kent eigenlijk twee rode draden. Ik begin bij het eerste rode draadje en dat is de zorg. Er is nog een tweede rode draad wat ik u had beloofd. En die ligt hier in het geliefde handel. En dan komen we nu tot het officiële gedeelte, dames en heren. Geachte heer Geerts, tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Petrus Wilhelmus Cornelis Geerts te benoemen, en let op dames en heren, tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat is een applaus waard. Je kunt hem straks vast nog een mooie opspelden. Ik feliciteer je heel graag als eerste met deze fantastische onderscheiding. Hij is je zeer gegund. Echt heel mooi. Ik feliciteer je ook.